Ja, terwijl die Griekse crisis naar de achtergrond is verdwenen, hebben de financiële markten weer een nieuw mikpunt gevonden. En dat is China. We hebben behoorlijk wat turbulentie in de markten gezien. Met name de aandelenmarkten en de grondstoffenmarkten. Daar hebben we echt vrij forse prijsdalingen gezien in de afgelopen maanden. Tegelijkertijd zien we toch dat die kapitaalmarkten, die kapitaalmarktrentes, eigenlijk opvallend goed zijn blijven liggen. We hebben een lichte daling gezien in de kapitaalmarktrentes, maar er is absoluut geen sprake van paniek wat dat betreft. Als we vooruitkijken, denken we ook dat dat wel een belangrijk signaal is. Want dat betekent eigenlijk dat die markten toch een beetje door de turbulentie in de aandelenmarkten heen kijken en veel meer kijken naar hoe is het met de fundamentals gesteld. Nou, economisch gezien gaat het allemaal toch wel de goede kant op in Europa. En ik denk wel dat we wat gaan merken van de Chinezen en de groeivertraging in Azië. Maar uiteindelijk denk ik toch dat het economisch herstel op peil blijft. Dat ook die inflatie uiteindelijk weer wat gaat toenemen. En op basis van die veronderstelling denken we dat die kapitaalmarktrentes wellicht na een lichte daling in de komende maanden weer de weg omhoog zullen vinden. Valutamarkten, daar hebben we echt heel veel beweging gezien in de afgelopen weken. Waarbij de euro met name sterker werd ten opzichte van veel Aziatische valuta. Maar ook tegenover de dollar. Ja, we denken dat dat laatste toch echt een tijdelijk fenomeen is geweest. En dat we uiteindelijk die euro-dollar weer verder terug gaat zakken. En dat komt met name omdat die Fed uiteindelijk die rente gaat verhogen. Dat verwachten wij nog steeds waarschijnlijk in december. En terwijl de ECB die gaat niks doen. Sterker nog, als het erg tegen zit en China heeft meer effecten op Europa dan verwacht, dan zou de ECB zelfs nog verdere monetaire verruiming kunnen doorvoeren. En dat zal de euro dan verder onder druk zetten.